Paniekpodcast. Geloof me, het is echt geen. Oh, brother, this guy stinks! Wat doe je nou? Baby, dingen zijn niet van jou. Houd dat maar niet. Het foute uur. En hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Wesley en zoals altijd heet ik jullie voor hartelijk welkom. In deze nieuwe webserie van mij genaamd Foute Reviews ga ik een kijkje nemen naar liedjes van het Foute Uur, om het zo te zeggen. Of liedjes die niet meer zo hip zijn zoals toen de tijd. Ik heb daarvoor ook al een video gedaan over een fout nummer genaamd We're Going to Ibiza van de Venga Boys. Het linkje staat hier boven in de balk van de beschrijving voor als jullie die nog niet gezien hebben. Aangezien het bijna pakjesavond is, heb ik ook gewoon besloten om mijn pietenpak aan te doen. Ik ben dus voor jullie dan Zwarte Piet Wesley dan. En speciaal voor jullie ook, dit is een hele mooie decoratie voor jullie gemaakt zo, voor speciaal voor deze setting. Maar daar zijn jullie niet voor gekomen voor hoe ik eruit zie als een Zwarte Piet. Maar zoals je al een titel hebben kunnen lezen, ga ik dus een review doen op het nummer Paniek in de Confettifabriek van Coole Piet. Dit liedje dus. Ja, precies. Dat is het liedje wat we gaan reviewen. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. Paniek in de Confettifabriek is een Nederlandstalig dancepopnummer van de enige echte Coole Piet. Nee, niet die Coole Piet. Ja, die Coole Piet. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Wat het intronummer is van het zevende seizoen van de tv-serie De Club van Sinterklaas, die in eind 2006 te zien was op tv-zender Jetix. Man, ik voel me echt oud nu ik er zo aan terugdenk. Man, Jetix was zo lang geleden, joh. Het liedje vat het verhaal van het seizoen met dezelfde titel samen, waarin de Zwarte Pieten van de eerder genoemde serie op zoek gaan naar gestolen tekeningen, voordat Sinterklaas iets in de gaten heeft. Ik heb helaas de kans niet gehad om dit hele seizoen af te kunnen kijken, aangezien ik op dat moment 13 jaar was geworden. Dan ben je al een beetje te oud om zo'n programma te kijken, vooral op die leeftijd. Ik heb al een paar afleveringen gezien, maar that's it. Maar ik heb alsnog hele leuke herinneringen overgehouden aan dit programma toen ik er vroeger naar keek. En ja, dat heb ik er nog steeds. Wanneer je naar het liedje luistert, dan brengt het oude herinneringen naar boven en je merkt tegelijkertijd dat het liedje enorm verouderd is. Van alle liedjes die Harold Verwoerd als Coole Piet, ofwel Coole Piet Diego, uitgebracht heeft, Paniek in de Confettifabriek is zonder twijfel zijn beste nummer en het beste nummer die als intro gebruikt is voor de serie met het gelijknamige seizoen. Het liedje is geschreven door Harold Verwoerd en Daan van Leeuwen en de songwriting ziet er inderdaad simplistisch uit. Maar omdat het liedje en de serie gericht is op jonge kinderen, snap ik ook wel waarom de songtekst er zo simpel en rechtstreeks eruit ziet. Alleen vind ik de inhoud van het verhaal waar dit nummer naar verwijst niet heel sterk en vaag, waarbij ik mij afvraag van waarom je in hemelsnaam tekeningen zou gaan stelen. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Oh ja, inderdaad. Tekeningen stelen is de grootste misdrijf die er bestaat. Sinds elke grote misdrijf zoals moord, verkrachting, seksueel misbruik of uitbuiting, mensenhandel en terrorisme. Maar hoe je het ook ziet, het liedje dient als een samenvatting van wat de kijkers van dit seizoen konden verwachten toen de tijd. Als ze naar het programma op tv keken. Dus we moeten ook niet te serieus gaan nemen. Dus. Het zangoptreden van Coole Piet is leuk en vermakelijk, maar niet per se verbazingwekkend. Wel weet hij het liedje catchy te maken zonder vals te klinken. Ook in de muzikale bridge, die een reggaeton beat bevat, zorgt hij voor een spannende optreden, waarna hij weer teruggaat naar zijn gebruikelijke zangoptreden. Allemaal gewoon een leuk optreden om naar te luisteren. De productie is gedaan door John Dirne, die ook nog eens de artiestennamen John Marks en John Christian met zich meedraagt en onze Harold Verwoerd in de rol van Coole Piet. De productie is leuk met de vrolijke house en popbeat en de zinderende synthesizers die in de achtergrond te horen zijn. Ook de reggaeton beat die in de bridge te horen is kan een beetje out of place zijn, maar wist alsnog een aangename verrassing te zijn.
Verder komt de housebeat ook in de buurt bij veel popartiesten en groepen die liedjes uitbrengen speciaal voor kinderen. Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse popgroep Chips, dat toentertijd gedaan heeft. Die ik zo uit mijn hoofd nog kan bedenken met de dansbare beat, voor zover ik weet. Wel moet ik toegeven dat de productie na de jaren flink verouderd is en dat het misschien niet meer zo hip is als toen. Paniek in de Confettifabriek is zonder twijfel het beste intronummer in de hele De Club van Sinterklaas tv-serie en beste coole beat nummer ooit, uitgevoerd door Harold Verwoerd en niet Job Bovenlander, om even duidelijk te zijn. Het is al zo'n 17 jaar geleden toen dit liedje werd uitgebracht en het is zonder twijfel verouderd, dat geef ik ook wel even toe. Maar het is niet zo dat het liedje als melk verouderd is, dat nou weer niet. Het weet nog leuk te blijven na al die tijd, maar het is niet het soort liedje om iedere dag of misschien zelfs ieder jaar terug te beluisteren, als je het aan mij vraagt. Het kan inderdaad gezien worden als een soort van fout nummer, maar het is en blijft wel een prima fout nummer. En omdat een liedje fout is, wil nog niet per direct zeggen dat het slecht is. Dus dat is ook de filosofie van deze webserie. Dus, maar ja, dat is hoe ik over het liedje denk. Paniek in de Confettifabriek van Coole Piet, oftewel Coole Piet Diego, krijgt daarom van mij een 6,3. Nou, dat is dus mijn review van het nummer Paniek in de Confettifabriek van Coole Piet. Maar wat vinden jullie trouwens van dit liedje? Vind je het een goed liedje of geen goed liedje? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf nog iets van opsteken. En nogmaals, mijn naam is Wesley. Jullie hoeven niet altijd met me eens te zijn. Maar ik kan dit alles leuk vinden of wat jullie wel leuk vinden. Tot ziens en tot de volgende keer. Doei doei. Het Foute Uur.